Jij zit de hele tijd te lachen. Je hebt een leuk weekend. Nee, ik zit te lachen omdat ik zit naar die Twan Huis te kijken, weet je wel. En dan zie ik daar al hele lekkere dingetjes op tafel staan. Met het lekkere, kun je dopen en zo. Ja? Maar dan moet je kijken wat ze godverdomme hier op tafel zetten. Dat zou je voor je verdriet nog niet in je mik steken. Nee. Wie doet dat? Wie doet dat? Ja, wie doet dat? Ja, dat ook niet. Dit is een viezigheid, dit. Ja, dit is echt... Nou ja, wat mij opvalt... Is er nou nooit iemand die denkt, ze hebben wat lekkers op tafel? Maar ik heb net gegeten, ik word hier stron misselijk van. Maar ik denk, dit is ook weer typisch... Dat is ook John de Mol, denk ik. Godverdamme. Nee. Maar het leuke aan deze bakjes... Als er niet van gegeten wordt, dan gaat dat bakje dat gewoon de kast in. Ja, maar lieve jongen, dat staat hier van de kerst. Al 3 maanden. Nee, dit is van de kerst, verleden jaar, deze koekjes. Zet wat fatsoenlijk. Als je nog even wacht, dan lopen die koekjes zelf van tafel. Het zijn eigenlijk kutkoekjes, hè? Ja, de vieze kutkoekjes zijn het. Vond je dit filmpje leuk? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal Veronica Inside.